zie je toch via zo'n glijdende schaal eerst zo'n vaccinatiepaspoort en daarna, hé, daar worden opeens rechten aan ontleend. Dat zorgt voor segregatie in de samenleving, dus moeten we absoluut niet doen. Als jonge Revo ben ik op zoek naar antwoorden. En dat ligt op het gebied van persoonlijk geloof. Wat is geloof nou eigenlijk en hoe laat je dat zien? Maar ook op het gebied van maatschappelijke thema's, zoals denken over homoseksualiteit of kerkgang in coronatijd. In de komende tijd ga ik in mijn serie op zoek naar die antwoorden door gesprekken te voeren met interessante gasten. Nou, vandaag heb ik afgesproken op Utrecht Centraal met Tom de Nooijer, een jonge christenpoliticus. Ja, en met hem ga ik een florissant gesprek voeren. Goedemorgen, man. Florian. Zo. Hoe maak je het? Goed. Ja, we moeten naar Spoor 7, hè? Ja, we moeten naar Spoor 7. Ja. Dat is mooi. Je bent de laatste tijd veel te zien op beeld. Hoe komt dat? Nou, soms vragen de media me wel eens. Ik zit vaak wel bij de radio. BNR en Radio 1 ben ik wel veel te vinden. En ja, van het een komt vaak het ander in de mediawereld. Dus ik schoof onlangs een keertje aan bij Op1 om wat te vertellen over de kerk in coronatijd en hoe ze omgaan met de coronaregels. Ja. En nu ben ik dus weer onderweg naar BNR, want dan zit ik zo één keer in de twee weken om daar een uurtje eigenlijk te praten over het actuele nieuws. En nieuws wat ik zelf heb meegenomen, nieuws wat BNR interessant vindt. Waarom is het nou zo belangrijk dat jij daar gaat zitten bij BNR en ga vertellen wat jij vindt? Nou, ik probeer vooral een christelijk geluid, een zwaar conservatief geluid uit te dragen. Een beetje rechts van het midden. Ja, en het is wel belangrijk dat je ook kunt uitleggen waarom je dat doet. Ja. Leg het maar uit aan de mensen. Heel veel mensen begrijpen ons niet meer, tussen aanhalingstekens. Hebben steeds minder met religie. Snappen onze argumenten ook steeds minder. Ja, dan is het ook wel belangrijk dat je er nog wel actief deel blijft nemen aan het publieke debat. Nou ja, even voor de kijkers. Ik bedoel, we moeten misschien iets dichter bij elkaar gaan staan. Maar er wordt wel eens gezegd dat wij familie zijn. Dus, is het zo? Ik weet niet. Voor zover ik weet niet. Ik weet ook niet of het gaat. We worden wel eens aangezien dat we nevens zijn van elkaar. Maar ik heb het nog niet. Nee, nou goed. Mensen moeten in de comments maar even laten weten wat ze ervan vinden. Ja. Dan. Maar onze trein komt eraan, dus die gaan we even halen. Ja. Mooi. Waar is het gebouw, Tom? Nou, je kijkt er eigenlijk al tegenaan. Daar zit ook het FD en BNR zit daar. Oké. Okay. Dus je komt van Amstel af en het is een paar minuten lopen. Nou, nog in de zon ook. En dan ben je er al. Morgen. Ongeveer 10% van de Nederlanders volledig is gevaccineerd. Is de volgende vraag een beetje, ja, hoe gaan we met die mensen om? Ja, meestal, het tempo ligt hier ontzettend hoog altijd, dit uurtje. Dus het is wel zaak dat je een paar one-liners klaar hebt die je er zo in kunt gooien. Want voordat je het weet, heb je het woord dan niet meer. Dus het is snel schakelen. We gaan er zo meteen over praten in BNR Breekt, over anderhalve minuut. Nou, we zijn live. Tom zit binnen in Studio 2 bij BNR. Ja, en ik ben zo meteen, als hij natuurlijk naar buiten komt, gaan we verder in gesprek over waarom hij dat nou doet. En wat hij nou belangrijk vindt om aan de mensen te laten horen. Maar ik ga nu zelf even meeluisteren. En dat heeft niet te maken met, is dat nou effectief met het virus bestrijden, ja of nee, zou dat kunnen in dat opzicht? Het is ook gewoon de vraag, moet je dit willen? Moet je een parallele samenleving willen? We hebben eerder ook in de Kamer is er uitgesproken, geen dwang en drang bij vaccinaties. En nu zie je toch via zo'n glijdende schaal, eerst zo'n vaccinatiepaspoort en daarna, hé, dan worden opeens rechten aan ontleed. Zie je toch weer dat je op dit punt uitkomt en daar is al heel vaak voor gewaarschuwd. Dat zorgt voor segregatie in de samenleving, dus moeten we absoluut niet doen. Nee. Voor volledig gevaccineerden per direct of voor niet? Ik ben zelf gevaccineerd, ik ben er heel erg blij mee. Eigenlijk van de testing, ja, zoals je ziet. Dank aan Tom de Nooijer, gemeenteraad zit in Onderbroek. Zo, Tom, wat vond je ervan? Ja, altijd weer leuk om hier te zitten. En ja, je merkt toch, als ik daar met Nina zit, dan krijg ik vanzelf wel weer een beetje. Debat komt er wel los. En Ab Osterhaus was ook nog in de uitzending, dus die kon ik nog een vraag stellen. Dus. Ja, maar volgens mij was het wel interessant om naar te luisteren en ik heb een zegje kunnen doen, dus dat is altijd fijn. Ja, ik heb wel wat dingen die opvielen, maar laten we eerst even koffie halen en dan praten we daarna even verder. Dat is goed. Tom, wat ik tijdens de uitzending hoorde is dat je op een gegeven moment zei ze van joh, religieuze overtuiging is goed, maar dan gaat er op een gegeven moment ook maar gewoon die vrijheid gaat er dan maar aan. Ja, dan denken mensen op een gegeven moment ook, ja hallo, maar dan neem ik zijn argument ook niet serieus. Dus volgens mij helpt voor de discussie ook als het gaat om vaccinatie.
dat je gewoon respect voor elkaars opvatting opbrengt, wat het ook is. Want volgens mij kun je alleen dan dichter bij elkaar komen. Als je respecteert dat die ander daar misschien anders over denkt dan jij doet. Maar je ziet vooral natuurlijk ook dat mensen anders naar het christendom gaan kijken. Ja, ook wat ik al eerder zei, hè, over dat de AfD het christelijk-conservatieve denkbeeld toch een beetje afdoet van ja, daar moet je er toch niet te veel van hebben. En dat is eigenlijk ook niet iets goeds, zeg maar. Dat werd een beetje negatief neergezet. Is dat misschien wel de kant waar we nu naartoe gaan in de toekomst? Dat mensen, ja, dat je je toch meer voor moet verantwoorden als je christelijk bent en conservatieve opvattingen hebt. Dus dat zou maar zo wel meer kunnen gaan worden, dat je er toch iets raarder op wordt aangekeken. Als je nou uiteindelijk kijkt, op wat voor dingen vind jij dan dat we verantwoording moeten afleggen? Of waar we ons meer misschien over moeten uit laten spreken? Nou, bijvoorbeeld dus, waarom ga je nou naar de kerk op zondag? Hè? Zeker in een tijd waarin mensen bepaalde dingen niet kunnen, waarbij restaurants, sportscholen, alles dicht zitten. Ja, de kerk was voor sommige mensen wel open. Natuurlijk heel beperkt, hè? Veel minder bezoekers, goed aan de coronamaatregelen houden als het gaat om afstand. En mondkapjes werden ook veel gedragen. Maar dan omdat mensen steeds minder religieus misschien wel zijn geworden, waar vroeger iedereen op begreep van joh, ja, mensen gaan naar de kerk, want die vinden dat belangrijk, groeien nu ook heel veel mensen, ook bijvoorbeeld hier in Amsterdam, op die ook niet meer met het geloof zijn opgegroeid en eigenlijk helemaal niet weten wat het inhoudt en waarom je dan naar een kerk gaat. Nee. Want je moet toch solidair zijn met de rest van de samenleving. Ja. Naar aanleiding van dat rapport tweette jij op een gegeven moment van ja, mensen weten eigenlijk niet meer wat het christelijk geloof inhoudt. Ja. Leg het eens uit dan. Ja, ik denk dus dat mensen, omdat ze niet religieus... Kijk, vroeger gingen mensen misschien nog wel naar de kerk en gingen ze uiteindelijk niet meer naar de kerk en hadden ze het wel van hun ouders of hun opa en oma meegekregen. Maar nu zie je dat steeds mensen opgroeien in een a-religieus milieu. Dus ja. Geen gelovige ouders, geen gelovige opa en oma. Ja. Maar hoe leg jij dat geloof dan uit? Ik geloof dat het christelijk geloof een absolute waarheid is. Dus dat het van ieders belang is om het uiteindelijk aan te nemen, uiteindelijk natuurlijk. Hè? Om de mooie boodschap dat Jezus Christus stierf voor onze zonde, dat we daardoor gered zijn. Ja, dat is een heel erg hoopgevende boodschap, ook voor mensen die het erachter komen. Zelf redden we het eigenlijk niet. Zelf kunnen we een samenleving dus blijkbaar niet draaiende houden. En er zitten in onze menselijke natuur heel veel gebreken. Het geloof biedt daarop een antwoord door te zeggen, er is een God die naar je omziet en die voor je wil zorgen. En die zelfs zijn zoon naar deze aarde heeft gezonden om uiteindelijk ons als mensen te redden. Ja, ik denk dat wel dat een boodschap is die vele mensen ook zou kunnen aanspreken deze tijd. En jij hebt misschien makkelijk praten, je wordt uitgenodigd bij BNR of Op 1, maar hoe doe ik dat als jonge revo, mijn geloof uitdragen? Ja, daar hoef je helemaal niet voor bij media of politiek of zo te zitten. Het kan natuurlijk ook gewoon in je omgeving, bijvoorbeeld met vrienden die met vragen zitten, die misschien dingen vragen, maar ook gewoon te vertellen van de hoop die je drijft, hè, zoals het ook staat in 1 Petrus 3 vers 15, van joh, durf altijd te getuigen van de hoop die in u is, de diepste hoop die in u is. Ja, dat kan ook gewoon in je directe omgeving. Ja. Waarom is het nu dan juist zo belangrijk om je als christen in de politiek te laten horen? Nou, ik denk dat het, zeker ook voor christelijke mensen, de politiek de komende tijd echt heel interessant gaat worden. Dat er een aantal onderwerpen gaan spelen die, denk ik, voor christelijke mensen heel erg van belang zijn. Waar ze zich altijd druk om maken. Ja, maar wat nou als ik als jongere even me daar ook voor wil inzetten? Hoe doe ik dat dan? Nou ja, ik laat hier mijn stem horen en ik spreek me hier tegen uit. Maar het is... Ook al doe je dat niet op deze plek en denk je van, nou, dat is misschien helemaal niets voor mij. Het is wel belangrijk, dat is het fundamentele punt, dat we ons organiseren. Dat we laten zien dat we er zijn, dat we daar een mening over hebben. Dus dat je je uitspreekt inderdaad. Dus dat hoef je niet in de spotlight te staan. Maar dat kan wel door je aansluiten bij een politieke partij. Dat kan de mijne zijn, dat kan ook een andere zijn. Maar dat je je bezighoudt met dit soort thema's. En dat je het daarover hebt, bijvoorbeeld met je vrienden, omdat je zegt van, joh, dit vind ik belangrijk. En al zou je alleen maar bij een club horen... En daar lid van worden, ja, dat is toch weer subsidie, dat is toch weer contributie, dat is toch weer dat je als groter geheel naar buiten kunt treden, als een grotere club. En dat is het belangrijkste, dat die club hartstikke groot wordt, want dan merk je ook dat je mening er meer toe doet, zeg maar, in het publieke debat. Nou, dat vind ik een mooie afsluiting. Kijk, mooi. Ja. Dus, nou goed, wat moeten ze doen, Tom? Nou, sowieso gaan liken en abonneren. Niet vergeten wat in de comments te plaatsen, maar het belangrijkste is gewoon doorsturen, want hij begint net die neef van mij en hij moet natuurlijk viral worden. En gaan, zodat zijn volgende gesprek natuurlijk nog veel meer views halen. Dus doe dat vooral, vergeet het niet en dan zien we je de volgende keer weer. Ja, dan verenigen we. En laat in de comments even weten of je vindt dat we op elkaar lijken. Tot de volgende keer. Ciao.